Landveld. Mijn naam is Onias Landveld en ik heb voor jullie 3 gedichten geselecteerd. Dit zijn verhalen voor het slapen gaan. Verteld vanuit de oogpunt, kom met een lach en traan. Ik heb dromen van een nieuw bestaan. Ik wil niet nog een fusie. Ik wil breken met de illusie. Ik wil een revolutie. Maar niet eentje met bloed, want dit keer is het wapen mijn hart en de kogels zijn mijn woorden. Mijn pen is een bazooka en ik richt hem naar de hoofden van een ieder die leven, vrijheid en liefde in de weg staat. Socialist, democraat, conservatief, extreem rechts, liberaal. Is dit mijn samenleving? Is dit jouw samenleving? Mensen blazen mij omver voor hun eigen overtreding. Volgende ingeving, weten niks van mening. Liegen tegen mij. Ze zeggen, kom, ik maak je deel van mens en ook nog van de maatschappij. Dit zijn verhalen voor het slapen gaan. Want dat is wat we doen. Slapen door de storm. En wanneer snikken luider klinken dan donder in de ochtendgloren, draaien we ons nog een keertje om. Dit zijn verhalen voor het slapen gaan. Dat wanneer jij ontwaakt, jij als een ridder jonkvrouwen gaat beschermen. En dat meisjes weten dat ze hun kostbaarste vrucht niet voor een gladde babbel en een leuke jongen hoeven laten te bederven. Dit zijn verhalen voor het slapen gaan. En ze zeggen, dit zijn sprookjes. Een utopie, mythen en zagen, doordrenkt met ze leven nog lang en gelukkig en al die andere bullshit. Maar toch, jij en jij alleen bepaalt of sprookjes waarheid worden als jij ontwaakt. Welterusten. Leven van een straat in mij. Voor degene die niet weet wat straat in mij betekent, is oud-Nederlands. Ja, Suriname zeggen wij straat in mij. Straat Madrijn is eigenlijk een meisje dat op straat loopt, maar goed. Leven van een straat in mij. Old school stijl, korte rokken, hoge hakken, je weet wie ze zijn. Make-up verbergt de wallen van de lange nachten, losse handen, nog geen ingevallen wangen, foute vrienden. Ja, dat komt wel. En het leven gaat toch zo snel. En niemand kijkt, dus niemand trekt ook aan de handrem. Check de gedachtegang. Aandacht van de boys is fijn, want daar is ze net weer eventjes papa's lieve kleine meid. Maar mensen stappen in en uit als bij een stoptrein. Volgende halte, volgende lading voor het festijn. Haar menselijkheid die neemt afscheid, want mannen met botte blikken die hun lippen likken, dat wordt realiteit. En aan de daad heeft ze ook altijd spijt, want er is nooit echt iemand die even wacht en kijkt, begrijpt, observeert en op een juiste manier begeert. Je kent ze wel, je ziet ze wel, maar we zeggen niets. Want wie heeft er nou tijd voor een kleine straat in mij? Laatste gedicht. Als ik een hart had, als ik geen hart had. Als ik geen hart had, dan zou ik bijtelen aan jullie fundering als een goudzoeker op zoek naar mijn schat. Met vaste hand en zonder trilling zou ik schaven, laag na laag, totdat het skelet van jullie romance was blootgelegd. Ik zou spreken, met lange uithalen, doordrenkt van passie en in ademnood zou ik bekennen van mijn zonde, mijn verlangen. Ik zou mij openen naar jou, iets dat hij niet kan. Ik zou gemeen zijn, oh ik zou gemeen zijn, want ik zou luisteren. Innemen met oprechte interesse wat je mij vertelde. Ik zou niet vergeten als je over hem klaagde. Alleen maar zodat ik niet op hem zou lijken. Ik zou me aan jou toewijden. Als een gevangene. Als een ontsnappingstunnel. Zo zou ik werken. Graven. Voor de kus van de eerste ochtend gloren dat voor mij jouw glimlach is.
Ik zou werken om jou te winnen. Om maar voor de schaduw van 1 seconde jou te kunnen beminnen. En deze hel waar alleen vrienden kunnen verblijven kan ontstijgen. En ik zou peuteren, graven, werken totdat alles neerkwam storten en je had alleen mij. Je begrijpt het niet. Ze rook zo lekker. Ik mis de woorden voor haar palet. Ik mis de beschrijving voor haar bezwering. Haar feromonen streelden mijn gedachten. Haar warmte was als een omhelzing van een kop chocolade. Wat is essentie? Vertel mij, hoe meet jij een vergeten hart? Wat is de smaak van liefde? De geur van passie? Ik weet het niet. Haar adem, die ik met teugen inliet, had als nasmaak rust. Ik kan het niet beschrijven. Ik mis de woorden. Ik weet alleen dat ik haar mis. Dankjewel. Mijn ouders zijn... Hoe beleef jij de zwaartekracht van taal in jouw leven? Mijn ouders zijn leraren. En voordat ik een pak slaag kreeg, dan legden ze me altijd uit waarom ik hem kreeg. Uitleg is belangrijk. Taal is heel krachtig in mijn leven, want zonder taal kan ik niet communiceren. Ik kan mijn gedachten niet weergeven. Ik kan geen informatie opnemen. Het is datgene dat ons bindt. Het is ook alles eigenlijk dat ik heb om mens te zijn eigenlijk. Dus taal is voor mij heel erg belangrijk.